over het onderhoud van de minister-president met de CEO van Liberty Global en de recente evoluties in het Vlaams medialandschap. Meneer Van Dalen. Dank u, voorzitter. Meneer de minister-president, u bent in Davos geweest. U bent terug. We hebben u niet teruggeroepen, u bent zelf teruggekomen. U hebt uw dagen daar ook niet in ledigheid doorgebracht. U hebt onder meer gesproken met de baas van Liberty Global, meerderheidsaandeelhouder van Telenet. U hebt via Belga verklaard dat u een goed gevoel overhoudt aan dat gesprek. Ik citeer, hun ambities met Telenet liggen bijzonder hoog. Ze willen hun investering laten renderen, zegt u. We weten dat Liberty Global met Telenet het aandelenpakket van Sanoma 33,3% in de vijver wil overnemen, dat weten we. De vijverholding die onder meer de tv-zenders 4 en 5 in bezit heeft. En u weet dat er grote bezorgdheid heerst in het Vlaamse medialandschap. Via een intrede in de vijver zou de grootste distributeur, Telenet, tevens de grootste aanbieder van betaalkanalen, dat wil zeggen in bed komen te liggen, meneer de minister-president, met de grootste persgroep via Corelio, die aandelen heeft en in de vijverholding en in het mediahuis. En voor het eerst wordt een distributeur, zou een distributeur, mede-eigenaar worden van een omroep 4-5. In dat verband hebt u gezegd, steeds volgens Belga, de Pax Media mag niet in gevaar komen. Nu, het Belga-bericht is opvallend omdat u tot nu toe altijd de bevoegde minister, minister Lieten, hierover hebt laten communiceren. En gisteren hebben we minister Lieten hierover ondervraagd, collega Juxel heeft dat gedaan, in de commissie. Maar de minister zegt dat u met haar daar nog niet over heeft gesproken, of vice versa. Dus we bleven in de commissie op onze honger. Vandaar toch vandaag de vraag aan u. De hoofdrolspelers, meneer de minister-president, in het Vlaamse medialandschap zijn bezorgd, u weet dat, over wat er mogelijk op til is. Nu, door A te zeggen, maar niet B, hebt u die bezorgdheid natuurlijk alleen maar doen toenemen. Die bezorgdheid wordt ook aangewakkerd doordat Telenet nu in Nederland Ziggo overneemt, doordat er plannen zijn voor een televisiekanaal met de Pro League. Dus mijn vraag aan u, die ambities van Telenet liggen bijzonder hoog, hebt u gezegd. Zij willen hun investering laten renderen. Wat moeten we daaronder verstaan? Minister-president. Ja, meneer de voorzitter, collega's, collega Van Dalen, u moet daaronder verstaan wat ik gezegd heb. Dat ambities hoog liggen. Maar dit gezegd zijnde, ik ben naar Davos geweest. Ik heb daar 16 CEO's gesproken, waaronder de CEO van Liberty, die een niet onbelangrijke participatie heeft in Telenet. Een zeer interessant gesprek waar ik de laatste tijd elke keer in Davos de gelegenheid heb gehad om met hun te spreken. Daar zijn heel wat zaken aan bod gekomen en daar is ook afgesproken dat, en ik heb er ook op aangedrongen, dat klopt, dat men zich in eerste instantie zal wenden tot de bevoegde minister, minister van Media, als het specifiek gaat over het mediabeleid en de initiatieven die Liberty via Telenet zou willen nemen. Dat lijkt mij de normale gang van zaken. Ten tweede lijkt het mij ook belangrijk dat zij zeer ambitieus zijn. En dat is denk ik alleen maar goed voor Vlaanderen als die ambitie ook in realiteit wordt omgezet en dus een toegevoegde waarde heeft. Wat concreet die ambities zijn, ook daar wat het mediabeleid betreft, denk ik dat het aan de minister van Media is om daar met Telenet of Liberty over te spreken. En het niet aan mij is om daar verdere tekst en uitleg bij te geven. Ten derde, en dat is een bezorgdheid waar ik deel, van ik hoop dat heel dit parlement die deelt, dus de Pax Media, is ook al van een tijdje geleden, dat welk manoeuvre, welke ambities de verschillende partners ook hebben, dat dit niet als resultaat heeft dat heel het medialandschap in oorlog zou komen. Dus dat is een bezorgdheid die ik heb menen te kunnen verwoorden als minister-president, een bezorgdheid die hopelijk in heel dit parlement plaatsgrijpt. Nu, u zegt, als u A zegt, moet u B zeggen. Daar ben ik niet van overtuigd. U kunt ook in één keer C zeggen. Maar het is natuurlijk wel zo dat dit, waar u naar verwijst, de overname van enzovoort, over geruchten gaat. Het gaat hier ook over beursgenoteerde ondernemingen. U moet met enige voorzichtigheid daarover oordelen. En ik ben niet degene die geruchten vanuit dit spreekgestoelte de wereld gaat insturen, ze gaat onkrachten enzovoorts.
Dat zal de volgende weken en maanden duidelijk zijn. En ik moet zeggen dat de minister van Media, die gezegd heeft, ik volg die zaak. We zullen zeer alert zijn. Er zijn een aantal instellingen in dit land en in Vlaanderen die concentraties enzovoort van zeer nabij volgen. Die zullen allemaal, als het effectief wordt omgezet in realiteit, daar hun oordeel kunnen over vellen. En ik heb ook begrepen dat u al of niet in het buitenland vertoevende ook daar uw zeg hebt over gedaan en die bezorgdheid ook hebt geuit. Meneer Van Dalen. Dank u wel, minister president. Ik begrijp dat u enige omzichtigheid aan de dag legt. Dat siert u. Het is inderdaad een beursgenoteerd bedrijf. Maar het is natuurlijk wel een beetje een feit als u, als minister president, niet de eerste, de beste. Laat ons open. Als u via Belga zegt, ik weet van alles, hè? Ik weet van alles, ik heb er van alles gehoord, maar ik zeg het lekker niet. Ja, dan wakkert u daar toch een beetje de speculatie mee aan en de ongerustheid in de sector mee aan. We kennen de mogelijke scenario's. Ik zeg niet dat die zullen werkelijkheid zullen worden, maar je zou in een scenario kunnen komen dat de distributeur die mede-eigenaar is van zenders, hè, dat is die Pax Media waar u het over heeft, mede-eigenaar van commerciële zenders, dat die zenders bevoordeelt boven andere commerciële zenders, waardoor ze bijvoorbeeld goedkopere tarieven zouden krijgen enzovoort. Misschien zal dat niet zo zijn, maar de vrees bestaat, u weet dat ook, u wordt ongetwijfeld ook gecontacteerd door de spelers, de vrees bestaat in het medialandschap en ja, het zou misschien niet slecht zijn dat u die vrees toch op een of andere manier, na het gesprek dat u gehad heeft, zou wegnemen. Ik wens iemand aan te sluiten. Meneer Verstreep. Dank u, voorzitter. Qua stemmingmakerij in dit dossier kan het tellen. Ik vind het een beetje vreemd. Gisteren hebben we daarover gedebatteerd. Hebben we gezegd, laten we dit voorzichtig aanpakken. Het is gebaseerd op hypotheses, op geruchten. Geen enkel feit, maar ook geen enkel feit is officieel gecommuniceerd in beursgenoteerde omgeving, collega Van Dalen. En ik vind het ongelooflijk dat u dat een beetje op een hoopje gooit. En laten we nu eerlijk zijn, ik zal het nog eens herhalen. 70% van de televisiemarkt is in handen van twee spelers. Twee. De openbare omroep, waarvan wij hier allemaal hoofdaandeelhouder zijn, en de privéomroep, met name de zenders van Christian van Tillo. Hier gaat het over een mogelijke minderheidsparticipatie van 33% in een tv-markt van 11% maximaal. Waarover al deze paniek en stemmingmakerij, vraag ik mij nogmaals af, en ik kan het nu hier nog eens doen. En ik stel het nu net op prijs dat de ministers in deze, en ook de minister-president, daar weinig over communiceren. Nogmaals, er staat niets zwart op wit, er is niet gecommuniceerd. Bij Mediahuis was het net andersom. Er werd gecommuniceerd en de bevoegde instanties gingen het onderzoeken. Ik vind dit een ongelooflijk staaltje van stemmingmakerij om op voorhand een mogelijke redding van twee Vlaamse zenders te blokkeren. Meneer Joekzaal. Dank u, meneer de voorzitter. Collega Van Dalen, de minister-president heeft in de pers gezegd, ik heb aangedrongen dat de mensen van Liberty contact zouden opnemen met de minister van Media. En ik denk dat het antwoord van de minister-president duidelijk is. Hè. Hij verwijst door naar de vakminister, die ook vice-minister-president is. Ik denk dat dat dus heel duidelijk is. En eigenlijk, de bespreking die wij gisteren gehad hebben in de commissie Media, een zeer uitvoerige bespreking met alle aspecten, hè, bewijst dat uw vraag eigenlijk hier vandaag een overbodige vraag is. Ik ben ervan overtuigd dat de gesprekken die vandaag, als die al bezig zijn, dat die gesprekken de kans moeten krijgen en dat wij moeten afwachten wat die gesprekken finaal opleveren. En dat is gisteren ook aan bod gekomen en ik wil dat hier nog eens herhalen. Het gaat hier over twee beursgenoteerde bedrijven, dus ik denk dat er daar zaken zijn die men absoluut moet respecteren. En finaal, uiteraard, moeten wij alles wat gebeurt, moeten wij in het licht zien van de Pax Media en het ecosysteem, ons ecosysteem in Vlaanderen. En ik denk dat we daar ook in dit parlement alle aandacht en alle respect voor moeten hebben. Dus ik begrijp eigenlijk de vraagstelling niet. Goed. En ook de finaliteit van de vraagstelling niet. Meneer Wiene. Ja, ik zie het toch anders dan de collega's, voorzitter. En ik zou een belangrijke bijkomende vraag willen stellen aan de minister-president, en dat is de volgende. Heeft u het gsm-nummer van Ingrid Lieten? Dat lijkt mij belangrijk in deze, want als ik u hoor zeggen van ja, kijk, ik heb in Davos met de CEO van Liberty Global uitgebreide gesprekken gehad. Ik citeer u, er zijn heel wat zaken aan bod gekomen.
En ik stel dan vast dat we gisteren in de commissie media anderhalf uur debatteren over de situatie die nu aan de gang is in het medialandschap en dat mevrouw Lieten niets kan antwoorden over contacten met Liberty Global, dat Ingrid Lieten helemaal niets kan vertellen over Davos. En dan heb ik zoiets, spreekt u nog met elkaar? En het erge daarvan is, meneer de minister, dat u een collega in de regering een hak wilt zetten. Dat is mijn probleem niet, ik heb daar geen last van. U wil ook naar de verkiezingen, ik begrijp dat. Allemaal geen probleem. Maar u minacht het parlement, want u wist zeer goed dat gisteren dat debat aan de orde was in de commissie media. En als mevrouw Lieten dan geen bijkomende antwoorden kan geven op wat u hebt afgesproken met de CEO van Liberty Global, vind ik dat een minachting van het parlement. Meneer de Hoevelaar. Dank u wel, voorzitter. Meneer de minister-president, ik sluit daarop aan. Inderdaad, een merkwaardige gang van zaken. Ik krijg de indruk dat het parlement, dat aan het parlement informatie wordt onthouden. We hebben gisteren anderhalf uur gedebatteerd met minister Lieten. We hebben vanmorgen het verslag gehad, 20 pagina's, dus dat is niet min. Dus we hebben het er uitvoerig over gehad. En daar staat mij toe even iets voor te lezen. Gisteren zei minister Lieten, naar aanleiding inderdaad van een vraag van collega Juksel, het volgende. Ikzelf en mijn kabinet hebben uiteraard voortdurend contacten met de verschillende spelers. Zowel voor Davos als na Davos zullen er ongetwijfeld contacten zijn. Anders vertaald, wat zegt minister Lieten? Ik heb de minister-president en Chris Peters niet nodig om contact te hebben met Liberty Global. En dat zal ook wel waar zijn. Maar dan voegt ze daar fijntjes aan toe in het verslag, staat het letterlijk. Ik zal in mijn volgende contacten de briefing meenemen die ik ongetwijfeld zal krijgen van de minister-president over wat hij heeft besproken. Met andere woorden, we zijn dinsdagmiddag. Ik ga ervan uit dat u het gsm-nummer inderdaad van Lieten hebt. Dan zijn er twee mogelijkheden. Als u het hebt en u hebt het niet gebruikt voor die vergadering, onthoudt u niet alleen aan het parlement, maar ook aan uw minister de informatie die nuttig is om het debat met het parlement aan te gaan. Zo niet, hebt u dat pas vanmorgen gedaan of helemaal niet gedaan? Ik hoor het graag van u nu bevestigd. Meneer De Koene. Dank u, voorzitter. Voorzitter, ik begrijp dat u het wereldkampioenschap actuele vragen stellen van meneer Van Dalen, dat u daar een beetje wil in helpen. Ik heb daar veel begrip voor. U weet, ik heb ook zeer veel respect voor u, want ik durf zelfs mijn micro niet meer misbruiken, sedert uw reprimande. Maar inderdaad, als voorzitter van de commissie stel ik vast dat de sujetten Van Dalen, Verstrepen, Wienen, De Koene, Van Roeverwa en Caron, dat die allemaal vragen hebben gesteld en het debat heeft ongeveer 2,5 uur geduurd en het verslag beslaat wel geteld 21 pagina's. Ik heb, kan zijn dat ik een beetje aan een bepaalde ziekte leid. En mijn vraag is dan ook, heb ik vandaag iets nieuws gehoord, meneer de minister-president? Ik wil u danken. Minister-president. Meneer de voorzitter, collega's. Ik betreur het ten zeerste dat hier woorden worden in de mond genomen als minachting voor dit parlement. Want dit is volstrekt niet aan de orde. Ik heb 16 CO's gezien. Dat zijn vertrouwelijke gesprekken langs beide kanten, waar er niet wordt van uitgegaan dat dit in het breed wordt uitgesmeerd in de media en ook niet wordt toegelicht in het parlement, omdat het hier, wat dit betreft, het gaat hier over beursgenoteerde ondernemingen. En ik vind het ook vanzelfsprekend, collega Wienen, want dat is ook, vind ik, oppositietaal waar ik niet kan, dat ik niet apprecieer, dat wanneer ik aan Liberty en Telenet zeg, gelieve u te richten naar de vakminister over een aantal zaken die zeer pertinent zijn voor de vakminister en ook voor dit parlement, dat zij die doen en de bevoegde minister rechtstreeks informeren en dat niet via de minister-president doen. Dus dat heeft niets te maken, maar ook niets te maken, collega Van Roeverwa, met het minachten van het parlement. Integendeel, dit is denk ik in deze gevoelige zaak, en dan apprecieer ik de tussenkomst van een ander oppositielid die wel met de nodige wijsheid dit dossier behandelt, dat er geruchten zijn, dat men heel voorzichtig moet omgaan met die geruchten vanuit het beleid en dat zowel collega Ingrid Lieten als ikzelf daar zeer voorzichtig mee omspringen en dat ik niet meedoe aan het goedkoop een beetje opkloppen van het een en het ander, omdat bepaalde belangen de een en de ander goed zouden uitkomen. Nee, dit moet in alle rust bekeken worden. Dit moet ook op basis van feiten, wanneer daar beslissingen en bekendmakingen worden gebeurd of zijn gebeurd, en dat wij voldoende instrumenten hebben wanneer
daar feiten zouden bekendgemaakt worden van stappen om dan de nodige acties te ondernemen. Dus ik apprecieer zeer de tussenkomsten van collega's parlementsleden die met kennis van zaken in dit dossier menen dat hier met enige voorzichtigheid moet de zaken aangepakt worden. Ik weet niet, meneer de voorzitter van de commissie, want ik vind het een heel interessant debat wat de opdracht en de toekomst moet zijn van distributiebedrijven. De autostrades waar de auto's, de televisiezenders op rijden, is daar een level playing field. Ik vind dat interessante discussies, los van Telenet en los van een aantal andere dingen, dat daar de commissie en de oppositie zich een beetje mee bezighoudt, tenzij de vragen van, hebt u de telefoonnummer, met alle respect, van Ingrid Lieten. Nee, dat was uw vraag, collega Van Roeverwa, een vraag die wat mij betreft in deze ernstige problematiek ondermaats is. Was dat... ja, nee. Meneer Van Dalen heeft het laatste woord. Meneer Van Dalen. Ja, meneer de voorzitter, ik begrijp dat de collega's afgunstig zijn omdat ik hier vandaag zo'n intelligente vraag mag stellen aan niemand minder dan de minister-president zelf. Maar ik denk, collega Juxel, als u zegt, ik begrijp de vraag niet. Het is vreemd, want u hebt dezelfde vraag gisteren 2 keer zelf gesteld aan minister Lieten. En u hebt inderdaad het antwoord niet gekregen. Vandaar dat het, denk ik, de normaalste zaak is om hier vandaag de vraag te stellen aan de minister-president, die uiteindelijk zelf ook heeft gecommuniceerd. Het is natuurlijk niet, collega's, de taak van het parlement om in te grijpen in wat bedrijven doen en laten. Dat hebben we ook gisteren gezegd. Maar we moeten wel het evenwicht bewaken in medialand. En als wij denken dat er een onevenwicht kan zijn en dat niet goed zou zijn voor het algemeen belang, dan denk ik dat wij inderdaad onze bezorgdheid kunnen uiten. En dat is ook wat de minister-president doet als hij het heeft over Pax Media. Pax Media dat nu natuurlijk een andere klank krijgt. Vroeger was het tussen de omroepen die Pax Media, nu moeten we er inderdaad de distributeurs bij betrekken. We hebben als parlement, voorzitter, een aantal initiatieven genomen, zeer recent, om juist dat evenwicht te bewaken tussen distributeurs en omroepen. 3 decreten, signaalintegriteit, stimuleringsdecreet, regionale omroepen. Het zou denk ik niet goed zijn als die inspanningen van dit parlement op de helling zouden komen. Ik dank u. Volgende actuele vraag.